Hoi allemaal, welkom op mijn channel Nederlands leren, les 2, tegenwoordigheid. NT 2, Nederlandse grammatica. Het werkwoord is gaan. Werkwoord is gaan. Enkelvoud zin voor gaan. Ik ga. Jij gaat. U gaat. Hij gaat. Zij gaat. Werkwoord is gaan en meervoudzinnen voor gaan. Wij gaan, jullie gaan, zij of ze gaan. Enkelvoudzinnen voor gaan in vraag maken. Ga ik, ga jij, gaat u, ga ik, ga jij. Gaat u, gaat hij, gaat zij. Werkwoord is gaan, meervoud, vraag maken voor gaan. Gaan wij, gaan jullie, gaan zij of gaan ze. Werkwoord is gaan, enkelvoud zinnen voor negatieve zin. Ik ga niet, jij gaat niet, u gaat niet. Ik ga niet, jij gaat niet, u gaat niet, en hij gaat niet, zij gaat niet. Meervoudzinnen voor gaan in negatieve. Wij gaan niet, jullie gaan niet, zij gaan niet, of ze gaan niet. Laten we kijken, zinnen. Ik ga nu, ik ga nu. Ga is werkwoord, nu is tijd voor tegenwoordigheid. Jij gaat. Gaat is werkwoord, nu is tijd. Kijk, A-T, gaat. U gaat. Werkwoord is gaat, nu is tijd. U gaat nu. U gaat nu. Ik ga nu. Jij gaat nu. U gaat nu. Hij gaat nu. Hij gaat nu. Hij gaat nu. Voor tegenwoordige tijd. Dit zin is voor tegenwoordige tijd in de enkelvoudzin. Zij gaat nu. Zij is onderwerp, enkel onderwerp voor meisje, voor vrouw. Zij gaat nu. Nu is tijd, tegenwoordige tijd. Zij gaat nu. Gaat is werkwoord. Wij is een onderwerp voor meervoud in de zin. Wij gaan nu. Gaan is werkwoord. Jullie gaan nu. Jullie gaan nu. Gaan is het werkwoord. Nu is tegenwoordige tijd. Tijden. Zij gaan nu of ze gaan nu. Wij gaan nu, jullie gaan nu en ze gaan nu. Laten we kijken, nu vraag maken. Ga ik nu? Ga nu is op de begin van de zin. Ga ik nu? Andere vraag maken voor enkelvoud. Ga jij nu? Ja. Ga jij nu? Ja. Ik ga nu. Gaat u nu? Gaat u nu? Ja. Ik ga nu. Voor hij. Gaat hij nu?
Gaat hij nu? Gaat hij nu? Gaat is werkwoord. Nu is tijd. Voor zij. Gaat zij nu? Gaat zij nu? Voor vraag maken in de zin, we moeten het werkwoord zet begin van de zin. Gaat wij nu? De werkwoord is gaan, dus we moeten gaan gebruiken in deze zin, of in dit zin. Gaan wij nu? Dit zin is een meervoud. Gaan jullie nu? Gaan jullie nu? Dit zin is de meervoud van de onderwerp. Gaan zij nu? Gaan ze nu? De tegenwoordige tijd nu is voor dit tijd. Laten we nu negatieve zinnen kijken. Ik ga niet. Ik ga niet. Jij gaat niet. Jij gaat niet. U gaat niet. U gaat niet. U gaat niet. Ik ga niet. Jij gaat niet. U gaat niet. Hij gaat niet. Hij gaat niet. Ik ga niet. Jij gaat niet. U gaat niet. Jij en hij gaat niet. De laatste enkelvoud in de negatieve zin. Onderwerp is zij. Zij gaat niet. Zij gaat niet. Laten we kijken, meervoud voor de negatieve zin. Wij gaan niet. Wij gaan niet. De negatieve zin is wij gaan niet. Niet is voor negatief. Niet maken. Jullie gaan niet. Jullie gaan niet. En nu, zij gaan niet, zij gaan niet. Dit zin is de laatste zin voor onze les. Dus dit les is over zin maken in normaal en vraag maken en negatief zinnen maken. Bedankt voor jouw kijken, tot de volgende keer.